beste VUB'ers. Ja, dat is misschien toeval, maar dat was blijkbaar het merk dat iedereen toch gebruikte. Wij zijn VUB'ers en de toekomst ligt hier. Alleen is het misschien nog onvoldoende bekend. Dat zou een uitspraak kunnen zijn over de VUB of over Brussel, maar het is eigenlijk een citaat van William Gibson, een Amerikaans science fiction auteur, een man met veel fantasie. En dit om u maar te zeggen dat het de mensen zijn met veel fantasie die zien waar de toekomst ligt en waar anderen niet durven te kijken. En de, ja, Brussel is misschien ook zo'n plek waar mensen liever niet naar kijken. Want het zou toch logisch moeten zijn dat iedereen de Vrije Universiteit Brussel als het kloppend hart ziet van alle universiteiten in België. Elke doctor in de zaal, en ik zie er daar al een paar zitten, die zullen toch wel zeggen dat het hart ergens centraal in het lichaam klopt. En zo is dat ook voor de VUB, centraal in België, in Brussel. Maar toch zullen de mensen uit Leuven en Gent altijd blijven beweren dat het hart ergens anders klopt. Dat is hun keuze. Waar het hart klopt van Rick Torfs, dat wil ik dan weer niet weten. maar dit terzijde. Maar iedereen zou toch ook moeten zien dat de motor van België, dat die in Brussel ligt. Een motor is iets dat men meestal niet aan de uiteinden situeert. Maar toch, ook hier zijn er mensen die iets anders beweren. En ja, dat gebeurt soms. Na een tijdje beginnen we hen te geloven. En ik denk dat er zoiets bestaat als de kracht van de herhaling. Maar ja, de VUB en Brussel hebben troeven. Zijn beide buitenbeentjes die op het kruispunt liggen van heel veel wegen. En ik denk dat ze net daarom elkaar kunnen versterken. Neem nu politieke wetenschappen. Waarom zou je dat nu niet gaan studeren in het politieke hart van Europa? Of journalistiek. Waarom zou je dat nu niet studeren op de plaats waar de meeste journalisten ter wereld samentroppen? In Brussel, niet in Washington. Of rechten, dat kan je toch beter gaan studeren daar waar de grote advocatenkantoren u een stage kunnen aanbieden, omdat daar hun hoofdzetel ligt, in Brussel. Of economie. Wel, ja, welke stad creëert de meeste jobs, de meeste Belgische jobs hier? Brussel. Of talen. Het is toch logisch dat je talen studeert daar waar de meeste talen worden gesproken. En ja, ik geef toe, ook ik had voor de VUB gekozen omdat er een gezellige groene campus was. Waarom zou je niet voor de Club Med kiezen? Blijkbaar zijn er die daar anders over denken. Ik heb al veel nagedacht, ja, wat kan daarvoor de reden zijn? En ik denk dat de voornaamste reden schrik is. Angst van die grote, onbereikbare, moeilijke, speciale stad. Maar laat ons eerlijk zijn, wij zijn toch allemaal blij dat wij ons niet door de angst hebben laten leiden. Dat wij gekozen hebben voor het avontuur. Anders hadden we die fantastische tijd aan de VUB niet gehad. En ik ben er zeker van dat velen onder jullie allerlei anekdotes hebben over die studententijd. Plezante, minder plezante, misschien zelfs soms gênante. Over zichzelf of over andere mensen, meestal in dat gênante geval. Is het beter van herinneringen over anderen te hebben, maar ik denk dat er hier meerdere in de zaal zijn die beiden hebben. En die fantastische tijd aan de VUB, die hadden we niet gehad indien we niet eigenzinnig waren geweest en voor Brussel hadden gekozen. En natuurlijk is er veel verbetering mogelijk in Brussel. Ik zal de eerste zijn om dat te zeggen. Maar het is niet door weg te lopen van de problemen dat je ze daarmee oplost. Het is door je in te zetten, door je te engageren. En wie kan het licht brengen in Brussel? Degenen die geleerd hebben om de duisternis te overwinnen. De VUB'ers, jullie, wij kunnen het licht brengen in Brussel. En er zijn heel veel mensen hier aanwezig onder jullie die in Brussel een maatschappelijke of een economische rol opnemen. En hoe triest zou Brussel niet zijn zonder de VUB en haar afgestudeerden. Ik feliciteer jullie allemaal en jullie mogen best wel eens voor jullie zelf applaudisseren. Met deze prestatie van de VUB heeft de VUB ook gebouwd aan Brussel. Proficiat daarvoor. APPLAUS.
Maar ik heb daarnet geleerd dat wij VUB'ers niet tevreden zijn met net genoeg, dat wij altijd een beetje verder willen gaan. En daarom denk ik ook dat we een tandje kunnen bijsteken. En als schepen van de stad Brussel voor mobiliteit merk ik elke dag opnieuw dat er een groot tekort is aan universitaire mobiliteitsexperten die een multidisciplinaire opleiding hebben genoten. Als je spreekt over mobiliteit, dan spreek je uiteraard over economie, dan spreek je over sociologie. Maar het gaat heel vaak ook over veranderingsprocessen, over psychologie, over verkeersstromen, dus over de ingenieurswetenschappen, over communicatie, over de geschiedenis van een stad, maar ook over open ruimtes, de invulling van die open ruimtes, dus over architectuur en zelfs over juridische aspecten. Denk maar aan de vele projecten die in steden blijven liggen of vast komen te zitten omdat er juridische angels of addertjes onder het gras zaten. En ik ben dan ook bijzonder blij dat de VUB MOBI heeft opgericht, die multidisciplinaire mobiliteitsaanpak kan incarneren en zal realiseren. En het is niet te onderschatten hoe belangrijk het is dat de VUB dit trekt. Niet alleen is Brussel de stad met de grootste mobiliteitsproblemen in dit land, enfin, samen met Antwerpen, maar over Antwerpen mag je meestal niet zeggen dat er problemen zijn. Maar niet alleen omwille van die reden, maar ook omdat de VUB het vrije onderzoek zeer hoog in het vaandel draagt. En u weet waarschijnlijk wel dat mobiliteit een thema is waar er veel vooringenomenheid over bestaat, waar er veel aan ideologie wordt gedaan. En juist op dat thema is het heel belangrijk om aan vrij onderzoek te doen. En ik ben bijzonder fier dat de VUB zich daarvoor in Brussel inzet. En zij zal dan ook de eerste universiteit zijn die zo'n multidisciplinaire opleiding zal en aan het inrichten is. Ja, het is niet de eerste keer. De VUB was ook de eerste om communicatiewetenschappen in te richten of om informatica op te richten. En ook daar speelt de VUB opnieuw een voortrekkersrol. En dat vind ik eerlijk gezegd als alumnus van de VUB echt fantastisch. Ik heb als schepen van de stad alvast gevraagd om alle cijfers, alle studies, alle ervaringen met de lokale wegennet en ook met de voetgangerszone over te maken aan MOBI. En ik ben er zeker van dat ook het Brussels Gewest dat zal doen. Zeker de kwestie van de tunnels kan wel eens met de bril van het vrij onderzoek aan de VUB onder de loepen genomen worden. En ik denk dat over die voetgangerszone, ik heb maar 10 minuten, dus ik zal daar niet zoveel over vertellen. Maar ik zal daar eigenlijk één uitspraak over willen doen. En het is een uitspraak die ook geldt voor onze studententijd. Iets wat Christopher Columbus ooit gezegd heeft. Hij zei, wij kunnen niet de oceaan oversteken zonder de kust uit het oog te verliezen. Ik dank u.